goedemiddag allemaal. Het is vandaag zaterdag de 16 november. Duurt eventjes. Ja. Dus nou, wij gaan ergens naartoe. Gisteren waren we nergens naartoe, maar dat heb je ook al gezien. Ja. En vandaag zitten we weer in de wagen. Onderweg naar ergens. En dan nemen jullie gezellig mee. Uiteraard. Zeker. Ja, echt wel. Ja? Ja. Jij weet al waar we naartoe gaan. Ja. Ja, en de navigatie weet het ook. Oké. Ik weet alleen nog niet precies waar we naartoe gaan. Maar het is ergens naartoe. Ja. En jij vindt het leuk. Klaarblijkelijk. Anders zou niet naartoe gaan. Ja, dat klopt. Oké. En jij vond het ook leuk om op dat ene kleine filmpje. Dus. Oké. Okay. Een klein tipje van het sluier oplichten? Nee. Nou ja. Het is heel mooi. Het is heel mooi. Oké, nou een klein tipje. Heel klein tipje. Mm-hmm. Een mooie, een en dus tipje. Op de dag dat, en dat Sinterklaas weer in het land is. Oh, dat is ook wel leuk. Is Sinterklaas er ook bij, of niet? Weet ik niet. Nee, misschien wel, misschien ook niet. Tweede cadeautjes kunnen krijgen van Piet. Ja, dan misschien wel. En misschien lekker veel pepernoten scoren. Oh, pepernoten en kruidnootjes. Allemaal lekker. Pepernoten vind ik erg lekker. Kruidnootjes wat minder. En SR nog wel. Zelfde bouwjaar. Ja, ja. 619N. Ja, 6R daar. SR. En dit is dus een golf? Oké, okay, zo'n lange golf. Ja, een lange golf. De korte golf en de lange golf. Dat is mijn last met anders. Dus wens je alvast heel veel kijkplezier bij deze gloednieuwe vlog. Yay. We zijn er, we zijn er. Voor de oplettende kijkers die net het goed hebben gezien, weten waar we dus nu zijn. Dus waar zijn we? In de regen, buiten. Ja, we gaan precies. Naar binnen. Ja, maar we zijn dus nu, ik zal het jullie laten zien. Ja, ja. Weer bij een intratuin. Dit is al de derde op rij. De derde. Dus we gaan lekker naar binnen. En ja, ik zou zeggen, lekker veel kijken. Oh, wauw. Het ruikt ook wel weer lekker hier. Haha, ha, grappig. Nou, we gaan weer lekker door. We gaan even kijken waar is de ingang is daar. Ze moeten die kant op, sowieso. Dat is handig. Hoppa, gaan we zo. Hoppa, gaan we deze kant op. We gaan de ingang volgen, jongens. Dat is wel zo handig, hè. De ingang volgen. Kijk eens hoe mooi ook.
heel mooi gemaakt. Ik denk een olijvenboom of zo, maar... Ja, ik denk het. Ook heel leuk gemaakt trouwens. Hoppa. Heel mooi. Nou, en dan komen we hier binnen. Bij de plantjes. Bij de plantjes. Amaryllis er zeker. Ja. Zo, man. Het slaat gelijk ergens iets op longen, maar... Maar ik heb gehoord via een Insta-account of een TikTok-account. Wat was het nou? Een Insta- of een TikTok-account? Iets, hè? Vooral over dit. Ja. Ja. En dat dit dus heel mooi zou zijn. Dus ja, daarom hebben we zoiets van, nou, dan gaan we ook maar hier even kijken. Roos in en in to de plantjes. Ik denk, ik loop altijd door. Deze is wel gaaf, hè? Deze is gaaf. Kijk, rood en rood, dat weten we allemaal. Maar deze... vind ik heel gaaf. Wat zeg ik? Ik vind deze heel gaaf. Een beetje mismaak, deze. Hè? Een beetje mismaak. Ja, nou ja. Ach ja joh, kom. Ja joh, kom. Lekker weer door. Zoveel tijd hebben we niet, want het gaat om 5:30 dicht. Dus dat, ja. Ik heb 5 uur alweer tijd. Ja, dan had je niet 2 uur weg moeten blijven. Nee, als jij 5 uur thuis wil zijn, dat gaat jij dus niet redden. Niet. Dat is pech voor jou. We willen niet op de vlog, zeg maar. En we willen niet op de video. Oh, belbare. Echt wel. Oh, wat leuk. Oh, wat leuk. Ik zie wat leuks. Aan het dansen. Kijk, dan heb ik wel eens haast, maar nu niet. Dit vind ik wel heel leuk. Mama, let op. En voor de mensen en die dit ook leuk vinden dan, hè, trouwens, vanzelf. Rudolf, lekker geweldig. Oh, leuk jongens dit. Dit is hilarisch. Nou, dat vind ik dus leuk. Rood spreekt nog wat in de mama. Ook leuk. Oh, heerlijk. Nou, kijk, daar is ik al. Dit vind ik zo mooi. Al deze verlichtingen gewoon. Het heeft wat. Groen, allemaal groen, 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 groen. Mooi, mooi een thema. Het is wel leuk zo, al die bomen. Maar ik ga er geen €500 aan uitgeven. Nee, of 600. Dat ga ik niet doen. Vind ik een beetje zonde. 500 of 600 euro. 400? Met lampjes. Echt niet? Ik zou het niet meer doen. Ja, maar de koekoek denk. Ik ga niet zoveel uitgeven. Ja, nee, dat is fijn. Dat is fijn met je. Dat is goed met je. Ja, ja. Ja, nou, maar de koekoek jij. Ik vind het goed met je.
Ja, dat is, en dat is best een beetje. Ik ga er geen €600 voor uitgeven. Nee. Ja, is goed met je. Kijk, een mooie ijsbeer. Oh, wat leuk. Kijk dan. Geweldig, hè? Hè? Moet je eens kijken. Ze zijn ook gelijk aan het vissen. Vissen. Heel leuk gedaan. Ja. Nou, dat waren weer de ijsberen. Au, zo, mijn knie, jongen. Die vond het even leuk om even te gaan knakken. Ach ja, make a wish. Hai, dat is fijn met je. Winkelroute, intratuin. Dat is fijn. Oh, wat leuk! Oh, wat leuk! Dat is heel leuk gedaan, zo zeg! Wauwie! Ja, joh, kan gewoon. Geweldig dit! Leuk gedaan! Nou, de Lilo Sits hebben we toen ook al gezien en bij de intratuin bij ons. Brody loopt even tikkert op. Deze hebben we toen ook al gezien bij ons intratuin. Maar het blijft wel leuk hoor. Het blijft leuk deze Lilo Sits. Maar deze, hoe ze deze hebben gemaakt, he, geweldig. Geweldig, echt waar. Ah, ik zie ook nog wat leuks. En want die hadden ze nog niet. Ja, ik weet het. Mickey, ik weet het. Ja. Ja. Leuk is dat, hè? Want die hebben ze nog bij onze intratuin niet. Een hoekje doekje. Star Wars. Dat is ook heel mooi gemaakt trouwens. Heel gaaf. Echt, dit is uniek jongen. Hoe kom je er ook op, hè? Om gewoon een Star Wars te bouwen hier. Geweldig. Dan ook dit gewoon als kerstboom en dan helemaal bovenin Kremling. Ja, dat noem ik dus Kremling, maar oké. Prima, Jona ook goed, maar ik noem dat Kremling. Ja, dat is, dankjewel. Maar ik vind het heel mooi gemaakt. Nee, er bovenin. Ja, maar die daar bovenin. Ja, die ja. Is ook heel mooi hoor, deze. Helemaal in het rood. Geweldig gaaf. Is dat Jona daar bovenin? Yoda. Oh, nou sorry hoor. Deze. Ja, maar daar is ik al. Ik vind het gewoon heel mooi gedaan. Met gewoon een kerstboom, maar dan als dat. Ik vind het heel gaaf gedaan. Je moet er maar opkomen om dit te maken, zeg maar. Net zoals deze. Ja, maar ik bedoel, net zoals dit. Deze rode. Moet je ook maar net opkomen. Gewoon op een kerstboom. Geweldig. Ja. Ja. Dat is grappig, joh, dit. Gewoon als Star Wars. Zo gaaf gedaan. Ja, maar dat is toch leuk gedaan? Als bloempot, waarom niet? Kijk dan.
Daarom dat ik zeg, en je moet er maar opkomen om dit gewoon allemaal te maken. Gewoon, juist, precies dat. Ik vind deze nog tot nu toe nog eigenlijk leuker dan Zoetermeer. Jij daar, maar kijk. Oh, daar nog boven hier ook nog een. Ja, die had ik nog niet gezien, nee. Geweldig deze, hè. Hè? 20 euro. Ja. Voor Millennium Falcon, dan hangen heel in die boom. Denk wat het kost dan. Ja, dat is. Maar alsnog, ik weet niet hoe jij het nu vindt, maar ik vind deze tot nu toe, omdat dit er ook bij is, ik vind dan deze nog leuker dan Zoetermeer. Ja, dat is ook leuk. Ja, vol maar. Ja, dat dus. Nee, maar ik weet niet hoe jij daarover denkt. Wel grappig, hè? Ook dit moet je eens kijken. We hebben hier dus een heel mooi boogje. Wauw. Rodi loopt achter mij. Hij schat. Hi. Kijk dan. Dit is toch mooi. Een heksenhoed, maar een heksenhoed. Meerdere. Meerdere heksenhoed. Ja, die zijn ook leuk, ja. Kijk dan. Maar een zwarte heksenhoed. Deze, kijk. Heksenhoed. Jee, toppie. Ik vind de heksenkerst wel. Ja, mam. Kan u niet elk... Ja, dat weet ik. Maar daarom wou ik altijd al zeggen van... Mam, kan u niet gewoon eens een keertje thema's gaan verzinnen en voor in de kerstboom? Gewoon thema's. Verzin wat. En dan ieder jaar. Thema's. En gewoon iedere jaar weer wat anders. En toen waren we hier weer. Hé, hey, nou niet weer, maar... Oh, heerlijk, heerlijk. Het valt mij weer wat op ook, hè. Stukken. Ja, dat maakt niet uit. Het gaat om het idee, ik vind hem humor. Help, ik moet eruit. Ja, nou dat dus. Geweldig. Ik weet niet of het heel goed beeld te zien is. Die is ook heel gaaf hoor trouwens. Maar ja, dat zeg ik. Ik vind echt dan deze leuker op dit moment. Dan, ja oké, duiven dat komt er wel bovenuit, maar voor hier in de regio vind ik dit op deze moment lissen nog mooier. En ik ga meerdere eten thuis dan met jou af, hoor. Hey. Aha, dat heb je dus al in de gaten, hè? Ja. Dus dan weten jullie dat dus ook gelijk, dat we meerdere eten thuis afgaan. Vind ik leuk. Kijk ook weer, hoe verzin je het? Hoe verzin je dit? Om gewoon instrumenten in een boom te hangen. Ja. Maar dan is wel snel je bomen weer vol. Ook dat weer een voordeel. Hoef je er niet zoveel in te hangen. Ja. Kijk, ook heel gaaf dit hoor. Al die visjes. Waar Ro is gebleven, Joost mag het weten, maar dat maakt niet uit. Kijk, ik vind dit heel leuk. En dit is gewoon van piepschuim. Oké. Het is gewoon van even piepschuim. Jongens, als we dit willen maken, kan je dit zelf maken. Schaaf gedaan, piepschuim gewoon. Why not? Het is gewoon van piepschuim. Een beetje groen maken, groene loofjes erop en je hebt weer iets leuks voor in je boom. En dan is dat, en dit dan niet eens €5,50 als je het zelf maakt. Beetje slim wezen, hè? Je ziet gewoon wat in de winkel hangen en je kan het ook zelf maken. Ja, ik weet het. Ga mee? Net zoals dat heel veel van even piepschuim. Nou, dat kun je ook zelf maken. Ah, wat leuk. Wat leuk. Een leuke autootje. Ik zal het kind maar even niet filmen. Maar... Leuk autootje. Even wachten, ja. Dat nog niet, maar ik heb die thema al wel gehad. Die
Net zoals deze thema. Dat is ook een heel leuke thema. Maar daarom heb ik die en die wand ook al ingefilmd. Maar dat zeg ik, het zijn zoveel leuke thema's. Ja, doe maar schat. Doe maar. Ook een leuk. Kom je door beeld heen? Nou en? Maar ik moest ook even draaien. Ja, daar zeg ik al zoveel leuke dingetjes. Camera toezicht, ja, ik ook. Kijk, dat zeg ik. Je hebt hier een hele leuke auto waar je dus ook even in kan zitten. Wil jij er even in zitten, schat, in de roze? Ja, zometeen, zometeen. Maar eerst jij. Mag jij er eerst even in zitten? Ga jij er maar eerst in zitten, schat. Helemaal goed. Oeh, lekker kraak, auto. Ga jij er maar in zitten, lief. Ga jij er maar in zitten, schat. Helemaal goed. Ja, even iets harder, sneller. Zo, hè? Zit hij goed? Nee. Oh, wat leuk, joh. Oh, wat schattig. Eigenlijk moet je het ook zo doen, ja. Zo leuk. Ja. Leuk, man. Nou, kom je eruit, want dan kan ik zitten. Ha! Eeuw. En nou moet Rood eruit zien te komen. Hoppa. Nou ga ik even zitten als jij de camera over kan pakken. Hoe en hoe ik hem nu heb. Zou heel fijn zijn. Kan ik zitten. Ik heb hem namelijk zo. Met die hondjes op beeld. Zo, hoppa. Dan maar even op beeld. Hoppa. Mama, ga je nog zo'n leuke thumbnail maken? Wat leuk, thumbnail. Helemaal goed. Vind je het lekker? Het is een beetje een auto of zo. Ja, maar. Je zuurt toch wel, ja. Bijna wel. En hoe was het in de pink Cadillac? Huh? Hoe was het in de pink Cadillac? Ja, leuk man. Dat is toch even gezellig een leuk ritje maken. Dat is goed. En daar hebben we ze weer. Welke? Die groene. Ja, die groene bedoel je? Welke van de? Oh ja, die is ook leuk. Ja, ik mis ze al, namelijk in Zoetermeer. Maar hier hebben ze ze wel. Daar ben ik heel blij mee. Kijk dan. Oh. Die kennen we al vanaf Duiven. En zo hebben we veel meer. Heel veel meer. Die is ook mooi gemaakt, hè, deze. Wauw. Kijk dan. Kijk, dan zal ik hem eventjes op de normale stand zetten. Kijk. En ik doe hem maar wat donkerder, want dan komt de verlichting wat mooier uit. Kijk eens. Zo mooi. De après-ski. Liftjes. Wauw. Ja. Wauwie, oh gaaf. Oh.
Even aan de kant lief, want ze zijn foto's aan het maken. Ah. Kijk dan. Hoe gaaf. Nou, Rodi vindt het toch wel heel mooi hier. Kijk dan. Gaaf. Het ruikt hier wel verdorie lekker, dat weet ik wel. Oh wauw, kijk dan. Ik ga er al even achter me, maar hij is heel gaaf deze. Heel mooi. Ik heb nog wel een lege kerk. Oh, wat leuk! Je kan er hier zelfs in. Ook geweldig. Nou ja, gewoon aandoen. Groen is aan en rood is stop. Huh. Hij is gaaf hoor, deze ook. Heel mooi. Oh ja hoor, Ro en Rodi wil erin. Ja hoor, tuurlijk. Wauw. Kijk. Staat er hier ook op? Ga jij daar? Oh, serieus Ro. In de blauw. Een grote blauwtje. Oh, heerlijk dit. Een volwassen vent erin. Ja hoor, kan gewoon. En je kan ook nog draaien eraan aan dat ding, hè? Of niet? Ja, dat zeg ik. Kijk uit dat je nou niet misselijk gaat worden, want anders wordt het op je eigen risico, hè? Dat weet je. Ik stop hem wel even, ja? Dat kan niet. En waar zijn we nou aangekomen, jongens? Wat zie ik hier? We zijn bij de Efteling. Dat is gaaf. Dit is geweldig hoe dit allemaal is gemaakt. Gewoon de Efteling, ja. Maar dan in het miniatuur. Geweldig. Echt waar. Wauw, kijk, ik heb die nog niet gezien. Dit. Die boven. Nou wel. Geweldig. Leuk.
Rodi blijft maar sneupen, die vindt het leuk hier. Zoveel hebben wij niet lopen sneupen in Zoetermeer, hoor. Hoi. Maar ja, dat zeg ik. Rodi vindt het leuk. Ik merk het gewoon aan zijn hele doen en laten. Dat hij het leuk vindt. Ja, mooi, hè? Echt erin. Echt voor de elfjes. Dat is mooi. Maar dat zeg ik, Rodi vindt het ook super mooi. Want anders is hij niet zo aan het struinen. En anders had hij er ook niet in die theekopje gaan zitten. Ja, dus complimenten voor Rob. Ja. Ik vind het alleen maar hilarisch, zeg maar. Roderick in een theekopje. En dat wordt ook en ook. En ook jouw thumbnail, omdat jij erin zit. Oh, heerlijk. Oh, geweldig. Ik heb weer een leuke thumbnail, hoor. En voor de vlog. Ja, leuk. Oh, wauw. Heerlijk. Roderick in een theekopje. Oh, wauw. Nou, het is allemaal tierenlatijntjes, kijk, allemaal dat. Nou, daar hou ik niet zoveel van. Al dat echt glitter en groen. Nee, laat maar zitten. En dan komen we dus nu weer uit bij de kleding. Nou, daar heb ik niet zoveel mee. Peren. Voor die kleine. Hey. Voor die kleine. Dit is ook leuk, hoor, dit. Want dit is weer zo snoezig, jongens. 8 euro, joh. Kijk dan. Maar dan is het er al. Ja, ook leuk. 15 euro is. Vijf slokken. Okay. Nee, 2. Het zijn er 5. Ja, maar het zit een beetje door elkaar, lief. Het zit een beetje in de knoop. Rodi haalt het dus nu even uit de knoop, want dat vindt hij altijd wel fijn. Om dat even uit de knoop te halen, heb ik totaal op dit moment geen geduld meer voor. Ja, maar ik heb daar ook nu helemaal geen en geduld meer voor op dit moment. Jij wel, maar ik niet. Ja, lekker laten gaan. Als je alles moet gaan doen en dan ben je morgen nog bezig. Ja, toch. Ik begin er niet aan. Nee, ik begin daar niet aan, schat. Als jij dat wil doen, moet je dat lekker doen. Maar ik niet. Kijk, en hier komen we weer even in de kerstsfeer. En daar heb ik ook alweer de kerstsfeer te pakken. Nou, we gaan het meemaken hier. Ook weer heel veel. Kijk, en toch, ik hou niet zoveel van dit soort dingen. Maar eentje in mijn woonkamer, oh heerlijk. Of nog gewoon eentje in de, gewoon een balkon. Leuk, man. Dit is toch leuk. Zo, lekker duur ook. 12 Joko-schoenen voor 15 euro. Nee. 12 choco-soenen. Boe, voor 15 euro. Ben je niet goed of zo? Mijn god. Ja, tje, mintjes. We zien hier ook weer wat leuks ervan gemaakt. Zo mooi ook, hè. Oh, dat zeg ik. Ik vind het een beetje te duur. Per stuk 1,50. Kassa! Waar is Ro? Waar is Ro gebleven? Ro is weg. Oh, daar. Nee, niet. Het zal waar Ro is. Ro even pleiten, maar die geeft niet. Oh, hier. Was je al even kwijt, maar dat geeft niet. Ik heb wel een foto van mama gemaakt. Als je er in de avond
Half zes, ja. Het is nu 4:30. Oh, die is ook gaaf, hè? De Butler hebben we hier. In het treinstation. Heel mooi gemaakt zo. Kijk dan. Met de Elfies. Wat is je schat? Heel veel. Ja, dat snap ik, maar vertel waarom. Even lekker je oren mee poetsen. Ja, dag. Kijk, daar hebben we er al heel veel beentjes in die het doen. En dan gaan we weer achter Roaan. Ja. Oh, ik zie wat leuks. En hier hebben we de vrouwtjes ook erbij. Geweldig weer. Dit is zo leuk gemaakt. Ja, daar komen we weer bij de verkorte versie uit. Ja, dus. Is goed voor je. Ik moet ook lopen. Het is goed voor ons. Weet niet. Ik ga hier doorheen lopen. Lekker door de... Ja, het is zwaar, hè. Dit is weer ook zo leuk gemaakt zo. Bella? Ja, kom maar aan. Treffies. Nep. Nee, dit en dit zijn... Nepdrijfjes, ja, ik wil zeggen. Dit zijn echt, maar nee. Goedemorgen. Ja, dag. Voor maar €5. Doei, daai. Ja, het is een dolfijntje. Dat is heel fijn. Maar €5. Maar €5. Ja, maar. Ja, maar. Ja. Of je worstelen zeker, of wat? Ja, rookworst zeker, of niet? Hè? Rookworst. Goedkoper dan €5. Ja, dat dus. Grappig, handig. Ja. Ja, ja. Ik zag ook net weer wat leuks daar hangen. Nou ja. Waarom moet ik altijd weer die blauwe knuffels zien? Overal. Een hele boom vol met knuffels. Ja. Lekkere speelhok hier ook nog. Kijk dan. Ik vind deze zo lief. Wat mag jij kosten? Te veel. Waarschijnlijk. Te veel. Ja, die is ook leuk. Die daarboven is ook leuk, Stitch. Is ook leuk. Ja. Dat is. Is ook leuk. Maar is een beetje te duur. Oh, staat geen prijs op. Jawel, hier. €15. Nou, een beetje stukken. Nee, hoort zo. Hoort zo, lief. Ja, nou ja. Een fabrieksfoutje 73. Kijk, wacht ik. 2 cent. Aha, ja. En we hebben dus ook dus nog hier in Lisse, boven... Een kinderspeelparadijs, dat is chill. Dat is echt fijn, hè? Hé, schat.
Dan weten we dat voor een aantal x jaren later straks. Zo, tante Gerry. Ja. Mijn tante die vindt puzzel leuk. Nou, dan weet ik waar ze kan wezen. En zo, vanuit Stitch en de kerstweer kom je dus hier bij de hondenafdeling. En het gewoon in het algemeen de dierafdeling, ook leuk. Cavia's en alles, vogeltjes, leuk. En bij de katafdeling zometeen. Korte route, korte route en kassa, ja. Dierenapotheek, hier ook allemaal. Ja, oh wat leuk. Oh geweldig, op de Noordpool jongens, we zitten in één keer op de Noordpool, helemaal leuk. Ja, druk hier. Nou, we gaan even drukken jongens, we gaan drukken. 1, 2, 3, 5. Oh, sorry. Ja, en ik wil er ook even langs kijken. Heb ik een beter beeld? Dat wou ik net al doen, maar ik kreeg de kans niet. Hoppa. Ja, en zo komen we dus weer. Gaan we een stukje verder. Komen we in de nepplanten en bloemen en bij de vissen. En Rodi loopt nog ergens lekker daar of zo. Daar dus. Hij loopt daar. Hij is hier. En ik loop lekker een beetje door. Dat is ook leuk. Gewoon een beetje doorlopen. Kijken, ja, check. Even met de winkelpersoneel even in de gaten houden. En zo kom je hier weer uit. Ja. Ook leuk. Maar alles is leuk. Om te zien, om te kijken. Kijken, kijken en niet kopen. Ook zo leuk. Kijk, de kustman met zijn hondje. Ook leuk. De kerstman en het hondje. Nou, dat was weer de kerstman. Leuk. Ai, ai, joh. Daar moet je niet eens op letten. Het gaat gewoon om het idee. Dan zegt hij, oh ja, helemaal is kapot geweest. Dat is dan weer ook alweer leuk, zeg maar. Maar daar let ik niet eens op. Het gaat om het hele plaatje. Ja, misschien is eens die boek wel zo oud en van de kerstman en dat het gewoon een beetje versleten is. Je vindt het leuk hier, hè? Hoezo, vertel. Ja, veel te zien. Ja, maar vertel, waarom interessant alleen dat? Ja. Alleen dat? Ja, okay. Gewoon interessant, punt. Nog mooier als zoet? Vergelijkbaar. Oké. Okay. Nog weer andere dingen. Ja. Ik ga er even omheen. Anders komt hij in beeld, heb ik geen zin. Ja. Ja, dat is inderdaad men. Ja, dat is vies. Maar... Ja, dat dus.
Ach ja, en zo komen we dus weer in de light and living. Maar daar gaan we dus niet naartoe. Graag de planten niet aanraken. Nee, joh, je meent het. En vooral deze niet, nee. Vooral deze niet. Oh, heerlijk. Alleen pinnen. 4 of 5. En toen waren we dus bij de kassa's, dus bij de uitgang. Het ruikt hier wel weer lekker. Oh, heerlijk. Nou, en toen waren we dus inderdaad bij de uitgang, jongens, dames. Daar waren we weer. En daar gingen we naar binnen. En hier komen we dus inderdaad weer naar buiten. Ja, meneer de kerstman, die is gewoon lui, joh, vandaag. Ja. En dan hebben we hier dus allemaal kraampjes buiten. Wat ook verdomd lekker ruikt. En daar ook nog een Scheveningse visspecialist. Vanuit Scheveningen. Helemaal naar hier. Ik wil net zeggen, ah ja, joh. We hebben allemaal nootjes en hier even oliebollen en appelbonniers. Ja, lekker. Ja, precies dat, lekker. Oh, lekker dit. Oh. Nou, we gaan dus nu weer richting de auto die daar heel mooi staat. Precies. Daar. Niet deze. Zeker niet. Dag. Ja, olijven, ja, dat zeg ik. Olijfboompjes. Ja. Nou, we gaan weer instappen, jongens. Nou, een cijfer. Even hier, schat, want anders dan hebben we auto's. Als je dit moet vergelijken tussen Zoetermeer en hier, zeg maar. Een cijfer tussen 1 en 10. Wat geef je Zoetermeer en wat geef je Lisse op dit moment? Zoetermeer geef ik een 7 en dit geef ik een 8. Oké, want waarom? Dit vind ik leuker dan Zoetermeer. Want waarom? Hoezo? Vanwege het Star Wars thema. Oké. Okay. En meer punten, zeg maar. Oké, okay, check. Dankjewel. Ja, we zagen op de heenweg een schelpje. Nou, een schelpje. Zeg maar een schelp. Deze hier. Die van een flinke jongen. Benieuwd of die echt is. Denk het haast niet. Nee. Van metaal. Wel een mooie. Mooi nagemaakt. En een driewieltje voor de mensen die graag op de fiets willen gaan. Ja, als je het van afstand ziet. Ja, ik weet dat er grote schelpen zijn, maar zo groot. Misschien zijn ze er ooit wel geweest. Maar deze is gelukkig niet echt. Anders was hij zo heel snel weg geweest, gejat, zeg maar. En toen waren we bij de Aldi. Ja, leuk. Helemaal goed. Leuk, 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 leuk. Geef maar hoor, geef maar. Fijn, dankjewel. Dank, hartstikke. Alsjeblieft. Hoppa. Zo makkelijk. Even zo'n mandje overnemen van iemand. Ja, kan gewoon hier. Geen enkel punt bij karwei. Nee. Ik krijg gewoon hier. Ja, Gaat de kaak ook nog. Oh, heerlijk, wat een lekkere vent heb ik ook. Zalig. Eens even kijken, hoeveel had ik mee? 2, 3, 4 euro. Nou, 2 euro heb ik genoeg. Voor boter. Ja, ik moet even boter hebben, jongens. Boter, deze moet ik hebben. Deze, helemaal top. Even kijken. Ja joh, ik sta lekker ingezoomd. Ook leuk. Nat. Ja. Hoppa. Oh, en Ro, die loopt helemaal daar. Ja, helemaal goed. Ook leuk. Hoppa. Want Ro, die moest even nog kaas en worst hebben. Dat heeft hij. En ik moet even boter hebben. Die heb ik. En wat moet jij nog meer hebben? Wil je eventjes deze even overnemen, want ik moet heel eventjes wat eventjes... Nee, wacht even. Ik bedoel, ik moet even mijn broek even omhoog hijsen. Als je even deze... Nee, deze vasthoudt. Dat is fijn. Want mijn broek die zakt af. Dat lekker even. Ik ben niet de enige. Zo. Die. Dank u.
Als je dan ook even jouw boek even omhoog hijst. Alsjeblieft. Zo. Samen komen we er wel. Ja hoor. Geen enkel punt bij karwei. Oh, waar wil je het toch hebben? Want hoe duur is dat eigenlijk? Ik zeg wel, kijk, maar... Oh, geen helemaal naartoe lopen. Geen idee. Nee, hoef ik niet. Oh ja, rookworst. Hij wou worst hebben of zo. Zoiets. Het zal wel wat hij wil. Geen idee. Oh ja, even de kleine pakken. Ja, dat is ook goed. Nou, we gaan even naar de kassa. En wat kom je tegen? Een auto van TV West met een leuke cadeau erop. Ja, nou, wat gaan jullie weggeven dan? Met jullie mooie Seat. Hey. Dat is leuk. Dat is heel grappig dit. Hij is zo leuk dit. Geweldig. TV West, hoe krijgen jullie dit voor elkaar? Leuk. Of je moet er een foto van maken. Kan dat nog? En dan even naar hun opsturen. Ja, ik weet het ook niet hoor, maar we gaan het wel zien, want ik ga wel een foto maken. Echt wel. Daar ligt ik dan. In bed. Heerlijk. Maar dat betekent dus wel dat ik deze vlog ga afsluiten. Dus vond jij dit nou weer een leuke vlog? Ik zou zeggen, abonneer even hier beneden. Doe het belletje even aan. Doe het duimpje even omhoog. En laat gelijk tevens een leuke reactie achter. En dan ga ik zeggen, dank jullie wel voor het kijken. En graag tot morgen bij een gloednieuwe vlog. Ciao.